Dus op een bepaald moment zei dus de opperdirectie tegen de directeur van de cirkel. Waarom laat je die jongen niet een keer gewoon eens een keer iets echt ontwerpen? Ik had vet al gezeten, ik heb een zappenkistje gekregen. Dus wat heb ik in zijn stoel al het meest voor de hand liggen om te zeggen van techniek wel. Je kreeg dus af en toe van ontwerpen die je maakte voor de cirkel, want dat was een cirkel, een fabriek die je aan Arend had gegeven. Daar zat ik bij en maakte me wel ontwerpen, zoals het dan gaat. Bioscoopstoelen, systemen en dat soort dingen. En dat werd vaak gepubliceerd in tijdschriften. En dat vonden de verkopers van Arendt en die vonden dat opvallend en erg leuk. Hmm. Nou, ik vond het natuurlijk ook erg leuk. En toen kwam dus op een bepaald moment, kwam de directeur bij me zitten, achter mijn tekenbordje zat ik. En die vertelde me dat we hadden nogal last van Gispen. Gispen die was met Wim Rietveld bezig en die had zo'n massieve stafstoel gemaakt à la het idee van Eames met massief enzovoort en dan zo. Die ging erg goed volgens de heren, maar we hadden dus wel eens wat leuke gesprekken. Die directeur die was eigenlijk buitengewoon toch wel geïnteresseerd in waarom maak je iets zus of zo, of die hield wel van kwaliteit, dat is absoluut het geval. Levi's stoel, oftewel een stoel gebaseerd met het kussen gevouwen en dat bekleed met blue jeans van Levi's. En dat was gewoon spontaan vanuit geen opdracht of niets ontstaan. En daar is nu tijd Kastelein, de meubelfabrikant, is daarmee in contact gekomen en die wilde dat meteen in productie nemen. Dat heeft ook gedaan met heel veel succes enzovoort enzovoort. Dus dan is dat contacten en Gerard Kastelein, zelf iemand uit de toenmalige directeur, iemand met een achtergrond van interieur van schepen bouwen, maken. Dus echt de houten interieur, helemaal passen, maatwerk enzovoort. En ja, Gerard heeft dat in zijn weerleg, een vakman van de eerste orde. En ik denk dat soort omgeving, ik ben er zeer wel bij voelen, en dan is het, dan is dat een soort spontaan dat zo'n ontwerp dan ontstaat. Als ik weer wat had, dan ging ik naartoe. Dan zeg ik, en wat vind je ervan? Ja, dat vond hij wel aardig, of hij vond het niks. Ja, hij was er wel simpel in, gewoon direct. En in dit geval, ik had toen zo'n klein schaalmodelletje, 1 of 5 gemaakt. En nou, dat zag er wel zitten. Weet je wat het is? Ik heb les gehad van Mart Stam. Die wist mij uit te leggen, ik studeerde dan voor binnenhuisarchitect. Die wist mij uit te leggen wat er nou zo moeilijk was, of wat ermee was als je een stoel, voor toilet bijvoorbeeld, als je dat ontwerpt. Dat alle onderdelen, de houding van het hele ding, ten aanzien van het doel, in dit geval was het ook een stoel, zo'n verende stoel, dat had een reden. We zitten nou te praten, maar de houdingen, die moet je dus steeds kunnen veranderen, al was het maar om je betoogkracht bij te zetten. Of je kopje thee even te drinken. Kortom, het is een uitermate, het is een werkwoord. Zitten is een werkwoord. Dat vind ik ook een beetje mal aan ons vak, dat wij problemen moeten oplossen. Ik denk dat er geen problemen zijn en ik denk wel dat het een hoop fabrikanten problemen hebben, dat ze geen omzet maken en dat ze het personeel moeten bezighouden en dat ze hun omzet moeten waarmaken. En dat is een probleem, begrijp ik wel. Maar vanuit de consument is er wel even probleem. Rietveld zegt ook, zitten, ik heb gezien een zappenkistje gekregen ook. Dus wat heb ik in zijn stoel al het meest voor de hand liggen om te zeggen van, dat heeft niemand nodig. Je kijkt om je heen. En vanuit dat kijken en dat analyseren ontstaat er iets dat je begint te denken van, waarom is een stoel
gewoon complex ding. Waar mensen zich fabrikanten zich druk om maken. Dat die onderdelen toch wel echt een probleem is. En dat vind ik dan wel een uitdaging om dat te zeggen. Maar nou, ik vind het helemaal geen probleem. Eén groot, plat geval, uitgestampt uit de standaardbreedte van een plaat. Mm-hmm. En dan de volgende en de volgende. Dat zou, als je zoiets kon maken, dat is fantastisch natuurlijk. Dus mijn belangstelling voor zo'n massaproductie van, in dit geval van Stoelen, dat had mij nogal te pakken, zeg maar. Je had dus een idee over het gebruik van plaatstaal op een manier te gebruiken zodat het sterkte geeft en toch lichtbaar. Verlopende profielen en dat soort dingen, dat was allemaal binnen het bereik, zeg maar, om dat eventueel uit te voeren. Eigenlijk was het na 3 dagen, had je het concept gewoon een schetsje. Daar kwam ik niet meer vanaf. 1 verbinding, dus 2 zijkanten die exact hetzelfde zijn. Maar doordat het buisje een beetje gebogen is, kan je gewoon dus meteen de juiste stand krijgen, zodat op de grond niet te ver naar buiten en ook niet te ver naar binnen, zodat je dus daar geen last van hebt. Heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden om een sfeer als een object te zien, waarbij in dat object alles wat daar aan mate aanwezig is, dat die economisch zijn, oftewel te verantwoorden zijn, oftewel dat ze een betekenis in het boek pakt. En als je het zo omkrult, dan krijg je een soort vertanding, hè? Die pagina's gaan gewoon schuiven, het ook zeg maar. Ja. Dus dat heb ik ook heel expliciet in een armboot terug laten komen door, ik geloof dat er 12 strippen waren. Ja, 12 stripjes fileer, precies 10 mm breed. Nee, 12 mm breed. Elk stripje een millimeter dik, dus 12 mm dik. En dat hele pakketje aan 1 kant vastgehouden en toen omgebogen. En dan bleek dat het precies over 1/4 van de cirkel, dat het over die kwart, dat die trapjes zichtbaar zijn. Nou, dan moet even moeite met lijm in elkaar geknutseld. Maar het gaat om het idee dat dat zichtbaar is. En dat vond ik echt heel geweldig voor mezelf. Daar had ik echt een moment bereikt dat ik het hele verhaal van maat, wetmatigheid, materiaaltoepassing en het gebruik, in dit geval onderuit, dat zat er helemaal in. En eigenlijk, ik geloof tegelijkertijd, ik weet niet precies, ik was nou een beetje hier op. Nee, ontzettend calvinistisch, helemaal streng in de leer, helemaal streng aan jezelf blijven. En dat is natuurlijk toch gewoon een heel goed spel, want dat dwingt je om niet af te dwalen in zijsporen, maar om het met die middelen die je zelf dan ter beschikking stelt, in dit geval heb ik gekozen, dat is natuurlijk een keuze, voor een aantal strippen, maar die wel allemaal diezelfde breedte hebben. En in dit geval, die armband was 12 mm, maar die stoel en 12 centimeter. En dat stond weg, omdat ik met, als ik dat 4 keer doe, dan kom ik aan een mooie stoelbreedte, 48 centimeter. Dat klinkt allemaal heel theoretisch, maar zo gaat het niet. Het gaat veel spontaner. Maar je ontdekt, je doet, je modelleert wat vanuit, in dit geval heb ik metalen stripjes genomen van een manier. En dan wordt het natuurlijk meteen duidelijk als je buigt. En je moet daar een stripje zo tegenaan zetten. Dan moet je natuurlijk op de momenten waar je buigt en de andere er plat tegenaan gaat, daar moet je hem verbinden. Met duvelverbindingen, om daar in elkaar gelijmd. En ook de rug is dan niet een recht plankje, de rug is gebogen, zodat je ruggenwerven goed kan afwikkelen. En die kromming in die rug, dat is weer precies, gaf mij daar de aanzet mogelijkheid voor de achterpoten. Dat die ook weer een flink raakvlak hadden. En zo stijf hij. Zo keuze. Het materiaal vind ik niet zo belangrijk, maar als die gemaakt is, probeer dan de wetmatigheid van het materiaal uit te buiten. Zodat je dus, je moet eigenlijk grenzen opzoeken. Wat kan ik van een mini maken? Hoe doen ze dat wel kunnen maken? Waar kan ik dus, kan ik het hier ook hol maken? Plaatselijk misschien. Want waar gaat het nou eigenlijk om? Dat je zo weinig mogelijk gebruikt ervan. Wat betekent dat nog meer dus dat het, hoe minder je gebruikt, hoe duidelijker de beeld wordt van de functie van het ding, elk product dat je maakt, denk ik.
En dat, als je dat doet, dan ben je dus niet bezig met vorm te geven, maar juist de vorm zodanig te vermijden, zeg maar, dat, nogmaals, je haalt het nooit, maar dat je dus in de buurt van de essentie komt. Als je dat doet, dan zit je voor mij. Is dat zo'n moment dat je opeens voelt van, is dat precies wat het woorden zijn? Wat het teruggebracht tot het uiterste. Dat ik een beeld oplevert, wat zijn eigen verhaal vertelt. Wat nergens stylisch, overstyled is. En ook niet een flauwe grap en heel simpel. Het is die combinatie van meer dingen die toen de tijd, eigenlijk niet nog, maar toen de tijd verhaal een soort, ja, dat gaat er nog via je buik, dat is nog niet zo helder als dat nu is. Maar een emotie teweeg brengt van herkenning. En ik was toen op dat moment zelf ook met dingen bezig waarin ik poogde om te kijken de complexiteit, want dan gaat het eigenlijk om de complexiteit van alles om je heen, dit hele bestaan, te kijken hoe kun je dat nou pakken? Hoe kun je dat nou zonder het versimpelen, simplificeren, banaal te maken, maar hoe kun je dat onder controle krijgen? Dat is dat. En hij doet het vandaag nog. Dat is niet zoveel.